Rijn Kolwijk, het is bijna symbolisch hier in deze donkere hal. Het is een hele vervelende avond voor jullie. Ja, klopt. Ik bedoel, denk uiteindelijk als je 3-0 verliest, maar je hier gewoon voor de punten gaat, voor de 3 punten, dan is het zeker teleurstellend. Het is al met al deze avond ook redelijk kansloos. Ja en nee. Ik denk dat we te slap begonnen. En, uiteindelijk denk ik dat je de tweede helft eigenlijk pas toen je met 10 man kwam. En dan is het al 2-0. Dat je wel kansen gaat creëren en dan is dat eigenlijk te laat. En, dat moest je eigenlijk vanaf het begin doen en zeker in deze wedstrijd. Vooraf gaat het dan over het belang van zo'n wedstrijd tegen een ploeg waarvan je kunt verwachten dat het aan het einde van het seizoen nog een concurrent is. Hoe kan het dan dat jullie te slap beginnen? Als we dat wisten, dan had het niet gebeurd. Maar dat is moeilijk te zeggen. Natuurlijk willen we dat niet en willen we gewoon goed beginnen en vol erin gaan. Maar dat lukte niet en waar het aan ligt, dat weet ik ook niet. Kom je in die eerste helft vroeg op achterstand? Heb je het idee dat jullie daarna iets terug konden doen? Voor mijn gevoel niet. We hebben bijna niks gecreëerd, ondanks dat we af en toe wel de bal hielden. Maar ik denk dat je ook van geluk kan spreken dat het niet voor dus 3-0 is. Dus dat op zich had ik eerst zelf niet het gevoel dat we echt wat konden creëren. Dan zit je in de rust ongetwijfeld met elkaar en bespreek je een strijdplan voor die tweede helft om te kijken wat in daar nog mogelijk is. En dan schiet je jezelf ontzettend in de voet met die rode kaart voor Pantic. Klopt. Ik denk dat we hebben in de rust besproken dat we toch wel iets sneller druk vooruit gaan geven. En dan krijgt Danilo zijn tweede gele kaart. En dan weet je dat met 10 man dat het eigenlijk gespeeld is. Want daarna heeft er niks meer in gezeten. Nou ja, dat denk ik wel. Ik denk dat wij wel kans hebben gecreëerd daarna. Juist met 10 man hebben we de kans gecreëerd. Als je dan een beetje geluk hebt dat hij erin gaat, dan leef je weer, zeg maar. Dat wil niet zeggen dat je die wedstrijd gaat winnen, maar dan leef je wel weer. En dat vergt wel veel energie van je, dus dan is het jammer dat hij er niet in gaat. En daarna krijgen we weer een penalty en dan weet je dat het gedaan is. Dan verlies je deze wedstrijd met duidelijke cijfers. We hebben het gehad over het belang van dit duel. Hoe moeten we deze wedstrijd dan plaatsen? Jullie hebben een goede reeks achter de rug aan het begin van dit seizoen. Vorige week verlies je tegen een tegenstander waartegen dat kan. Hoe moeten we dit dan inschatten? Dit is heel simpel. We wouden deze wedstrijd graag winnen. Je weet ook als je deze wedstrijd had gewonnen, dan hoeft hij voorlopig even niet naar beneden te kijken. Dan kun je naar boven kijken, zeg maar. Je verliest deze wedstrijd en dat is zuur. En natuurlijk hadden we deze willen winnen, maar... er zijn nog gewoon genoeg andere wedstrijden waarin we punten kunnen pakken. En het bewijst maar weer dat als wij allemaal top zijn, dat we van iedereen kunnen winnen. En als dat niet zo is, dan kunnen we ook van iedereen verliezen.